Ja, we zien hier achter een poffertje. Kijk, een poffertje. Dit is de plek, eigenlijk een deel van het Singelpark zometeen, wat we nu al teruggeven aan de stad. Dit is een deel van Energiepark. En die ronde vormen, dat waren vroeger waar de gashouders stonden. En nu gaan we die 40 stuks in totaal gaan we invullen op totaal verschillende manieren. En dat doen we met de stad samen. Er zijn een aantal initiatiefnemers. Onder andere EST, Arndt Foundation. Die gaan met hun kunstwerk in een van de poffers, zoals we dat noemen. Onder andere Eduard Groen van de Bomenbond. En Joost, samen die van Eetbaar Land is. Die gaan ook een poffer invullen. En dat zijn de eerste twee. Het is natuurlijk best een groot gebied, deze gebiedsontwikkeling. En dan zie je vaak dat we pas op het einde het groen aanleggen. En nu zijn we ermee begonnen. Ook om het aantrekkelijk te maken, omdat er gewoon veel veranderingen zijn in de komende tijd. En daarna moet natuurlijk het Singelpark hier echt ook weer netjes op aangesloten worden. De eerste twee zijn in ieder geval echt omschreven. En er zijn al wel wat ideeën, maar er zijn echt nog mogelijkheden genoeg. Als je een idee hebt, kom je melden bij de gemeente.